Tijd om je iPhone te verkopen. In deze video leg ik je uit hoe je dit het beste aanpakt en hoe je het meeste geld kan krijgen voor jouw gebruikte iPhone. Blijf zeker kijken tot het einde van deze video. Zelf gaan we deze iPhone 11 proberen te verkopen. Als je nog geen nieuwe iPhone hebt gekocht en eerst jouw toestel wilt verkopen, raad ik je aan om eerst een backup te maken. Zo ben je zeker dat je geen gegevens kwijt bent als je een nieuwe iPhone gaat gebruiken. Heb je al een nieuwe iPhone in gebruik en zijn al je gegevens overgezet naar het nieuwe toestel? Dan moet je eerst het toestel resetten. Ga op je iPhone naar instellingen, algemeen, zet over of stel iPhone opnieuw in en selecteer wis alle inhoud en instellingen. Als je iPhone klaar voor verkoop is, ga je een beslissing moeten maken. Je kan het toestel inruilen in de winkel waar je een nieuwe iPhone koopt, via een tweedehands website je iPhone verkopen of aan bedrijven die Apple producten opkoopt. Afhankelijk van die keuze ga je meer of minder terugkrijgen voor je iPhone en zal je meer of minder moeite moeten doen voor de verkoop. Ik begin met de eenvoudigste optie waarbij je geen moeite moet doen. Bij de aankoop van je nieuwe iPhone lever je je oude iPhone in. De winkel waarbij je hem koopt zal hem dan overnemen voor een bepaald bedrag. Dit is de eenvoudigste optie aangezien je geen last hebt met het verkopen van je iPhone. Op de meeste websites kan je zien wat de waarde is dat je gaat krijgen voor je huidige iPhone. Hoewel dit eenvoudig is, raad ik deze methode niet aan. De inruilwaarde van je iPhone is meestal lager dan de twee andere opties die ik nog ga uitleggen. De tweede optie is dat hij de iPhone zelf gaat verkopen. Via deze manier is de kans het grootst dat je het meeste geld voor je iPhone gaat krijgen, maar je gaat ook meer moeite moeten doen. Geen nood, als je de vier stappen in deze video volgt, valt de moeite heel goed mee en win jij misschien wel 100 euro of meer. De vraag die ik het meeste krijg van mensen die hun iPhone willen verkopen: hoeveel is mijn iPhone nog waard? De waarde van je iPhone hangt af van het type, het geheugen en ook de staat van het toestel. Zelf check ik tweedehands.be advertenties hoeveel andere mensen vragen voor een gelijkaardige iPhone. Soms zijn dit realistische prijzen, maar soms zijn ze ook veel te hoog. Ik check dan ook de prijs op Sell Your Apple, waar we het later nog over gaan hebben. Dit in combinatie met de staat van het toestel helpt me om te bepalen hoeveel ik ga vragen voor mijn iPhone. Meestal tel ik 25 of 50 euro meer. En dat is onderhandelingsmarge. Voor de iPhone 11 met 128 GB ga ik 400 euro vragen. Als je goed gezien hebt, was er net een bod van iemand voor 360 euro op een bepaald zoekertje. Ik bouw dus die 40-50 euro marge in. Voor het zoekertje moet je ook foto's maken. En als je foto's maakt van je toestel, is het aangeraden om duidelijke foto's te nemen. Zorg voor een goede belichting, bijvoorbeeld aan een raam, en maak foto's van de verschillende kanten van de iPhone. Op die manier kan de koper zien in welke staat de iPhone is en heb je achteraf ook geen gedoe. Als je de originele doos nog hebt, is het zeker een meerwaarde om deze ook op de foto te zetten. De foto's is het eerste wat iemand ziet als hij een zoekertje wilt aanklikken en dit kan een reden zijn om jouw iPhone te kopen in plaats van diegene wat twee zoekertjes lager staat. Dus zorg dat je voldoende duidelijke foto's hebt. Je moet ook een korte omschrijving maken en in die korte omschrijving moet je bepaalde zaken zetten. Zoals bijvoorbeeld de specificaties van je toestel, de staat van je iPhone en welke accessoires erbij zijn. Als je toestel minder dan 2 jaar oud is, is hij nog onder garantie en dat is ook een voordeel om te vermelden. Eens de verkoopprijs bepaald, de goede foto's gemaakt en een korte omschrijving klaar is, wordt het tijd om het zoekertje te plaatsen. Er zijn twee plaatsen waar ik dat zou doen. Tweedehands.be voor België en Marktplaats.nl voor Nederland en ook Facebook Marketplace. Het plaatsen van zo'n advertentie is heel eenvoudig. Je volgt de stappen, plaatst de foto's en de tekst, je geeft je vraagprijs in en je duidt aan als mensen ook nog mogen bieden of niet. Je klikt op oké en de advertentie staat online. Dan is het afwachten tot iemand je contacteert. In vele gevallen zal de koper een lagere prijs voorstellen. Het is dan aan u als je dit accepteert of niet. Maar let wel, als je verkoopt op deze manier, zijn er ook risico's aan verbonden. Je kan opgelicht worden, ja, dat klinkt nu heel dramatisch, maar het is aangeraden om heel waakzaam te blijven. Zeker als je een iPhone verkoopt met bedragen die al vrij hoog zijn. Als mensen contact met je opnemen in een andere taal of zelfs meer willen bieden dan de vraagprijs, zijn twee dingen dat helemaal niet logisch zijn en waarbij je voorzichtig moet zijn. Het versturen van een iPhone kan als de koper er echt op staat, maar enkel nadat het bedrag op mijn rekening staat en ik zeker ben dat ik het geld heb. Bij voorkeur spreek ik wel bij mijn thuis af, een vertrouwde omgeving, en vraag ik om cash te betalen. Het voordeel voor de koper is dat hij ineens de iPhone kan uitproberen en inspecteren. Het voordeel voor mij is dat ik direct het geld heb
en dat de iPhone niet verloren kan gaan bij een transportdienst. En dan de laatste optie die ik de laatste jaren vaker gebruik. En dat is deze van een bedrijf die Apple spullen opkoopt. In de meeste gevallen krijg je meer terug dan dat je je iPhone inlevert in de winkel. En je werkt niet samen met andere particulieren. En zeker met die nieuwste iPhones die over de 1500 euro kosten, waarbij je misschien toch wel 1000 euro wilt terugkrijgen, is daar wel een risico aan verbonden. Een van die firma's is sellyourapple.com. Op deze website kan je in 1 minuut zien hoeveel je iPhone of eender welk ander Apple-apparaat waard is. Je geeft je type in, het geheugen en de staat van je toestel. Als je akkoord bent met de prijs, kan je de verkoop afronden en zal je een bipost label in je e-mail ontvangen. Hiermee kan je dan de iPhone verzekerd opsturen naar sellyourapple. En dat zijn de drie mogelijkheden om je toestel te verkopen. De eerste optie raad ik af omdat je te weinig gaat terugkrijgen voor je iPhone. Als je het maximum uit de verkoop wilt halen, zal je meer moeite moeten doen aan je iPhone zelf verkopen. En de tussenoplossing is je toestel sturen naar sellyourapple. Ik heb dit de laatste jaren al meermaals gedaan en dat is altijd perfect verlopen. Je hebt dan geen gedoe met andere mensen en je bent zeker van de prijs. Ik hoop dat je dit een interessante video vond. Is dat zo? Vergeet dan niet op die vind ik leuk knop te klikken en te abonneren voor meer video's.